Ja. Pap zei dat hij veel kleiner was. Wat weet jij daar nou van? Snap je? Er zaten minstens 7 piloten in die Lancaster. Er zijn 11 winnaars in totaal. Die lezen allemaal vandaag een stukje voor. Er is een jury van kinderen van de groep 8 van de Beste Parkschool. De thema is Tweede Wereldoorlog. Daarna kwam de zorg over de jongens van het dorp die in het leger waren. In totaal waren dat er 14. Woonde je aan de linkerkant van de vredesgrens, dan kwam je in een Duits gevangenkamp terecht. En woonde je zoals Piotr in Stalinsland aan de rechterkant van de vredesgrens, dan werd je door de Russen gevangen gezet. Zo ga je dat ding stik of vlek? Nationale Pabo-voorleeswedstrijd, want dat is echt een nationale voorleeswedstrijd. Is vorig jaar in het leven geroepen. Wij doen nu voor het eerst mee. En dan is het net alsof iemand heel hard zijn keel dichtgaat. Recht voor de boerderij van de familie Holstermans staat een Duitse vrachtwagen. De koplampen zijn op de grote poort gericht. Ze vinden dat er 1 sterk mensenras moet komen. Met gezonde Duitsers. Een zuivere ras van Ariërs. Maar... mijn moeder en Rob, ik moet naar huis. Nee, de buurvrouw duurt eerst Fien in de gangkast. Er is heel veel talent hier, heel veel talent. Wat we nu zien is goede kwaliteit. Ja. Dus wij hebben er vertrouwen in. Ja. De poort naar de straat. Het geluid, luider en luider en luider. We rijden motorfietsen de straat in. Heel veel motorfietsen. Voorzichtig. Komt Anna de deur van de 5e klas open. Juffrouw de Wit kijkt naar haar. Zo Anna, ben je laat? Zegt ze. Maar waarom had ze haar schooltas bij zich? Wat het best wel pittig maakt, ze hebben absoluut allemaal een eigen stijl. Ja. In de manier waarop ze het aankondigen, inleiden. Of stampen met de voeten even. Ja. Of heel zachtjes voorlezen om nog extra aandacht te pakken. Dat doen ze allemaal erg goed. Toen ik hier zat, vond ik de andere deelnemers echt heel erg goed en ik voel mezelf niet beter, dus het is best een verrassing. Ja, ik denk juist dat ik er zo, dat ik er niet heel super voorbereid in ging, zodat ik ook niet kon stressen als ik net even een woordje anders zei als, dan het er stond. Ik denk gewoon lekker nuchter erin. K-W-A-L-I-T-E-tje. Kwaliteit.